welkom. Kom verder. Welkom in de grind nummer 32. We gaan deze jonge woning uit 2009 gaan we in zijn geheel van top tot teen even bekijken. Hij is voorzien van 8 zonnepanelen, hierboven 3 slaapkamers en een open zolder. We gaan alles even bekijken. Zo, hier op de eerste verdieping dus begonnen, vinden we 3 ruime slaapkamers. Dit is weliswaar de kleinste slaapkamer. Hij is nu ingericht als kledingkamer, maar het is evengoed een fijne, ruime kamer. De kozijnen zijn van hout en die zijn in 2020 nog geschilderd. En dan vinden we hier ook nog een hele mooie ruime slaapkamer. En dan hier de badkamer. Met een wastafelmeubel, een douchehoek en uiteraard een toilet. Zo ja, en hierboven, je ziet het al, is één open ruimte. Een hele grote ruimte die je ook nog op verschillende manieren kan gebruiken natuurlijk. Heerlijk als zolderruimte op deze manier. Maar je kunt er ook heel eenvoudig een vierde slaapkamer van maken. Nou, deze hoek is trouwens handig om je wasmachine natuurlijk neer te zetten. En daarboven zie je apparatuur van de cv-ketel en links daarvan de omvormer van de zonnepanelen. Zo, we zijn terug op de begane grond. Hier vinden we een mooie zithoek en een ruime keuken. De keuken is echt, wat ik zeg, ruim opgezet. Veel werkblad, leuk deze hoek, waardoor je snel in contact komt met je zithoek. En hij is mooi compleet met een vaatwasser, koelkast, combi-magnetron, groot fornuis. Ja, perfect. Wat je hier ook ziet, dat ze in dit geval hier de eettafel ook gewoon hebben staan. Zoals je ziet, kan perfect, maar op die manier kun je dus ook mooi gescheiden leven. En kun je daar een ruime zithoek kwijt. Waardoor je heerlijk kan zitten. Het is nu de tweede helft van de dag. Je merkt dat de zon langzamerhand op de achterkant van de woning komt te staan. Waardoor je lekker in het zonnetje komt te zitten. Maar voornamelijk buiten. Niks gelogen. Ik sta direct heerlijk hier in de zon. Zeker zomers. Als je zon wat hoger staat, sta je hier al veel sneller lekker in het zonnetje. Leuk overigens is natuurlijk deze overkapping. Waar je lekker kan zitten. Maar wat ook heel fijn is, is de berging. De berging zit hier achter en als je al een beetje naar binnen gluurt, zie je een enorme motor staan. En nou hoor ik je denken, ja, hoe krijg je die nou naar binnen, Bas? Ik zal het je laten zien. Dit is namelijk niet de enige deur, er zit ook nog een deur aan de achterkant, waardoor je dus heel eenvoudig met je motor naar binnen kan rijden. Hier zie je direct ook een parkeerplaats. Die parkeerplaats is niet alleen voor mijn fiets, maar ook voor jouw auto. Het is niet specifiek alleen voor jouw auto, het is een openbare parkeerplaats. Door het huisnummer hier en door het een beetje besloten gebied is, kun je het eigenlijk interpreteren als je eigen parkeerplaats. Je zult altijd plekken. Fantastische woning, jonge woning, misschien wel voor jou. Ben je geïnteresseerd? Ik laat je de woning graag zien tijdens de bezichtiging. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.